Steven de Cruijff, speler van Kwik. Een hele mooie 2-0 overwinning om te beginnen aan het nieuwe seizoen, hè? Ja, nee, ja, heel mooi. Ik denk dat het gewoon heel lang geleden is dat we sowieso hebben gevoetbald. En het is mooi, heel mooi dat we hebben geloot gelijk tegen Westlandia, de eerste wedstrijd. Dus ja, ik denk gewoon lekker met de ploeg, lekker als team hebben we gevoetbald. Het was best wel een pittig potje. Westlandia en wij ook, gewoon kort erop, veel gele kaarten. Maar goed, dat maakt het ook leuk. En ik denk, ik heb sowieso een hele leuke dag gehad. Gewoon om weer met het publiek te voetballen. Ja, de aanloop en de beleving. De aanloop, de beleving. Ja, je was zelfs een beetje zenuwachtig na al die jaren in het eerste. Denk van, oh, een wedstrijdje. Dus voor mij was dat bijna 2 jaar geleden. Dus het was gewoon een topdag. Kan je dat eens beschrijven hoe dat dan gaat in zo'n weekend? Toeleven naar die wedstrijd op zondag? Ja, nou kijk, we hebben best wel een korte voorbereiding gehad. Dus 3 oefenwedstrijden en eigenlijk pas 3 weken in training. Dan denk je van, ja, zijn we er klaar voor? We hebben nog niet echt heel veel wedstrijden in een bepaalde formatie gespeeld met dezelfde spelers. Maar goed, we hebben wel het voordeel dat we gewoon een vaste club hebben waarvan we weten, we kennen elkaar en we weten wat elkaar sterke en zwakke punten zijn. Dus dat maakt het gewoon makkelijker. En dan, je ziet eigenlijk vandaag gewoon weer waar je vorig jaar bent geëindigd. Het geeft gewoon een lekker gevoel en je weet wat je kan aan elkaar hebt. Het is gewoon lekker om te zien dat iedereen er vol in knalt en daardoor winnen wij. Ja, Kwik is echt een team. Ja, Kwik is een team, maar goed, daar staan we ook bekend om. We hebben niet allemaal de Messi's van de derde divisie, maar goed, met ons als team kunnen wij het gewoon heel ver schoppen. In deze wedstrijd was het bijzonder om te zien dat Westlandia eigenlijk de eerste 20 minuten dicteerde. Ja. Was de betere ploeg. Ja, zeker. Ja. Daarna was het helemaal klaar, maar dat kwam met name door Kwik. Ja, nou kijk, het was gewoon best wel lastig. Zij speelden met heel veel mannen op het middenveld. Wonnen ze best wel veel duels in het begin. En ja, met snelle mensen voorin. Elk balletje ertussendoor was eigenlijk een gevaar. Maar goed, dat hadden we na 20 minuten ook wel een beetje door van... we weten hoe ze spelen, dus we hebben het ietsje omgezet. In het middenveld iets dichter bij elkaar spelen. Dus daardoor was het voor ons makkelijker om dat op te lossen. En eigenlijk kregen wij daardoor heel veel ruimte, ook aan de zijkanten. Omdat ze heel gecentreerd speelden om gewoon lekker op te bouwen, ook via de zijkanten. Dus ik denk uiteindelijk hadden we... Ja, de eerste 20 minuten waren lastig, maar daarna hadden we het redelijk onder controle. En jij gooide de deur eigenlijk helemaal dicht, hè, voor Westlandia. Ja. Met die mooie 2-0. Ja, dat was een lekkere goal, moet ik zeggen. Beschrijf hem eens. Ja, ik zag hem open draaien en ik had al het gevoel dat ik vrij stond. Dus, Fischer. Fischer. En, maar ik had eigenlijk geen idee of ik buitenspel stond. Maar hij zag het gelijk, dus hij legde hem mooi eroverheen. Aanname gewoon... Ik hield hem mooi bij me. Keeper kwam uit en ik kon hem er zo langs schuiven. Dus het was gewoon een lekkere goal. En ik ben er blij mee. Beloof dat als je nu al gaat scoren? Ja, nee, zeker. Normaal maak ik er niet zo heel veel per jaar. Maar goed, als het nu al gaat beginnen, dan hoop ik dat er nog meer volgen.